kijken naar deze nieuwe verhuisvlog. Oh jongens, ik hou niet meer bij met welk nummer we nu zijn met verhuisvlogs. En ondertussen, als de eerste online staat, zeg maar, wanneer ik dit film, moet de eerste nog online komen. Als in de eerste, dat bedoel ik niet. Dat het huis derde is. Dat verhuisvlog 3 moet nog online komen. Dus ik ben heel erg benieuwd wat jullie er allemaal van vinden. Ik heb dus nog geen idee. Maar ik pak hem gewoon lekker door. Deze week zijn Sander, ik en Sanders vader, hij schilder, vrij. Dus deze week gaan we meters maken. Dus ook in deze verhuisvlog gaat er echt fucking veel gebeuren. En ik ga het jullie allemaal laten zien. Ik heb er heel veel zin in. Het is dus vandaag, maandag 18 maart. En de behanger is er nu bij ons. En de schilder, Sanders vader, dus ook. Wij gaan maar even kijken wat wij allemaal nog kunnen doen. Maar we gaan natuurlijk gewoon helpen. Vandaag wordt de tv al geleverd. Het bed wordt geleverd. En de tegels voor de badkamer worden geleverd. Dus dat kan ik ook laten zien. En voor de rest, einde van de week, wordt IKEA bestelling en alles geleverd. En dat is een flinke bestelling. Dus ik ga jullie meenemen. Heb je nou zin in deze verhuisvlog? Doe dan even een duimpje omhoog. Vergeet je niet te abonneren op mijn YouTube kanaal. En dan gaan we snel naar het huis toe. Nou, de tegels zijn geleverd. Heel erg benieuwd naar dus de achterkant. Ik ben benieuwd naar de voorkant. Nou, het is allemaal geleverd. Wim heeft voor de grap dit gedaan. Maar hier komt de andere raam in. Hij heeft de kozijn al afgelakt. En de tegels zijn er. Kijk hoe mooi. Ik denk dat je het wel een beetje kan zien. Het is beige beton look. Echt super mooi. Het was wel even een karwei om naar boven te krijgen. Ik ben ook helemaal bezweet. Maar goed drinken en ik ga door met schilderen boven, want ik was boven bezig. Ik heb namelijk deze deur geschilderd. En deze deur. En de plintjes hier al overal. Dus ja, het is echt heel strak geworden, vind ik. Het is nog aan het drogen. Dus ik ga nu verder met deze deur. Want ik was tot hier gebleven. En dan deze en dan is dit ook klaar. En de blazer staat heel hard aan voor de stukwerk om te drogen. Want op zolder duurt dat allemaal wat langer. En dat wordt nog behandeld. Dus dan is dat ook weer goed. Nou, ik weet niet hoe ik het voor elkaar krijg, maar ik heb altijd verf in mijn haar. En een goede kop. Sanne is ondertussen alle gaten aan het dichten. En dan kunnen we deze straks ook sausen. Lekker bezig. Oké, de tv is ook geleverd. En ik maak mezelf nu een beetje wijs. Dat het piepschuim heel groot is. Want holy shit. Dit is echt niet normaal. Maar er zit echt oprecht piepschuim. Het zit tot hier. De frame. Dus het frame. Dit is allemaal piepschuim. Het is een Philips 2023 4K 65 inch. Dus hij loopt zo. Ja. Dus ja, die is binnen. Ik dacht ik stop hem even in de voorraadkast, maar hij is groter dan ik dacht. Dus we gaan hem even in de bijkeuken doen. En deze extra thin tv-beugel. Van 37 tot 70 inch. Dat is prima. Goed, we zijn alweer flink wat opgeschoven. De tegels waren dus bezorgd. En de tv dus ook. Oh my god. Het valt dus nog mee qua grootte. Of nou ja, valt mee. Het is nog steeds een grote tv. Maar die doos is groter dan de tv. Ik ga even snel wat broodjes halen. En wat moest je nog meer? Ik moest wat dingen halen. Dus dat ga ik nu doen. Want het is echt lunchtijd. Dus dat ga ik voor iedereen even doen. Het enige wat vandaag nog geleverd wordt is een bed. En ik hoop dat die gewoon goed op tijd geleverd wordt. Good morning, het is vandaag zondag. Ik heb geen idee wat de datum is. Mijn mobiel heb ik namelijk laten liggen in het huis. Dus ik heb even zonder mobiel geleefd. Dus ik heb even geen datum. Maar ik heb jullie lang niet meer bijgepraat en dingen laten zien. Maar dat komt omdat we er zo lekker in zaten. We hebben echt deze week alles op alles gezet. Omdat we dus een weekje vrij waren en zijn. Het is eigenlijk al voorbij, want morgen is maandag. En dan moet Sander weer werken. Ik ben op maandag altijd vrij. Ik moet dinsdag gewoon weer werken. Maar goed, er is heel veel gebeurd in het huis. We hebben echt meters gemaakt.
We zijn het eigenlijk alweer aan het opbouwen, want alles is geschilderd en gewoon eigenlijk gedaan. Dus rustig aan weer opbouwen, of nou ja, rustig aan. We hebben de vaten mooi in. Alleen in de badkamer moet alleen nog gevoegd worden en afgekit en de rest aangemonteerd worden. Maar het gaat allemaal super snel, dus ik neem jullie weer mee. Vandaag komt mijn vriendinnetje. Even denken, mijn zus komt, mijn vader komt, mijn moeder komt, haar vriend komt, de vriendin van mijn vader komt. Sander is, dus het wordt weer één grote gezellige boel. Dus we gaan allemaal weer kastjes in elkaar zetten van de IKEA, want dat is donderdag geleverd. Ik heb mijn auto, zoals je kan zien, helemaal al bepakt. Ik dacht, weet je wat, ik neem gewoon alvast wat dingen mee, want mijn zolder en zo is af. Dus dan kan ik dat in die inbouwkast daar neerzetten. Het zijn vooral kaarsdingen en lampen en schoonmaakdingen zoals een dweil, een schop, dat soort dingen. Want dat heb ik gewoon nu nodig. Dus laten we naar het huis gaan. Nou, we zijn er. En de voorraadkast is dus, ja, ik heb het allemaal op mijn Insta gezet. Of ons Insta-account. Hebben we helemaal, of nou ja, ik, schoongemaakt. Het hierachter ook. En dus alles geschilderd. Dus het is weer zo netjes. Voor nu weer alles even teruggezet. Maar dit gaan we uiteindelijk helemaal organiseren en zo. Uiteraard. En verder, ja, is de woonkamer af. Al lijkt dat niet zo. Maar dat komt omdat we hier natuurlijk nu alles hebben staan voor de klussers en zo. En afval. Hier hebben we alle leveringen nog. Dus de badkamermeubel zit hierin. En hierin zit nog de deuren van de pakskast. De buffetkast zit hier nog. En de bijkeukenkast. Dus dat hebben we dan hier allemaal. Nou, en Sander is dus al bezig geweest met deze kast in elkaar zetten. Dit zijn twee keer Billy boekenkasten en de Besta tv-meubel. Eén van drie en twee losse. Dit had ik helemaal zo bedacht. Want dat is gebaseerd op deze foto. Dat is precies namelijk hetzelfde. Dus het wordt uiteindelijk ook nog geschilderd in die kleur. Dus het wordt nog helemaal afgemaakt. Hier komen nog deuren in. Het wordt nog afgetimmerd. Die gaatjes worden gedicht. Maar ik moet eerst nog bepalen hoe ik de indeling wil. Dus nou, helemaal leuk. Verder hebben we hier dus nog allemaal dingen staan. We hebben hier de tv al. Nou, die is echt huge. Niet normaal. En die komt dus hier zo. En dan de kasten moeten hier nog geplaatst worden en voor de rest daar behangen. Maar voor de rest is zeg maar alles al geschilderd. Qua plafonds, muren. Het is zo netjes geworden. Dus echt onwijs blij mee. Buiten zijn we ook nog bezig. Ik heb dus dit nog even afgeplakt. Omdat iedereen nog wel vieze handen en zo heeft. En ik wil niet dat onze mooie klinken al verpest worden. Dus vandaar dat ik tape op heb. Maar ik heb gisteren hortensia's mogen ophalen bij een vriendin van mij. Die wou ze niet meer. Dus vandaag ga ik dit even goed poten. Ik heb ze nu even met de wortel er al zo in gezet. Maar dit moet nog even helemaal gedaan worden. En verder hebben we nieuwe lampjes. Hebben zo opgehangen. We gaan het nog allemaal schoonspuiten met de hoge druk en zo. We hebben hier een nieuw grind. Hier ook. En dan hebben we hier nu super schattig. Nu denk je echt, wat is dit? Maar er moet natuurlijk nog helemaal bloeien. Maar aliums en maagdenpalm. Dus dan heb je een mooi hoogteverschil. Dit is dus blauwe regen. En dit is een perenboom. Dus dat is helemaal gezellig. En hier komt straks mijn konijnenhoek. Hebben we hier dus de container staan. En we hebben hier, dat ga ik nog even fixen. Maar we hebben daar zo'n haakje. En dan kunnen we de bezem ophangen. En hier hadden ze zo'n kledingkast. Echt super chill. En dit heb ik dus al helemaal schoongemaakt van binnen. En van buiten. Maar hier komt dus de vriezer en nog een extra koelkast op elkaar. Dat hadden de vorige bewoners ook. Echt super handig. Maar ik heb het dus helemaal schoongemaakt. En dit was echt heel vies. Nou ja, en dit. Maar dit moeten we allemaal nog even gaan indelen. Maar voor nu tuinspulletjes en dat soort dingen. Buitenkleed ligt er al. En we kunnen dus op dat huisje, zeg maar, kunnen we ook nog helemaal op de fide in dat dak, zeg maar. Dus dan kunnen we ook nog spullen kwijt. Maar ja, we gaan dus nog een tuinset halen van de karwei. En dat komt dus zo met twee tafels. Die hebben we al, de tafels, de tuinkleed hebben we al. En dit gaan we nog helemaal weer mooi schoonmaken en opnieuw schilderen. Dus projectje tuin
is ongeveer al een beetje aan gewerkt. Maar het komt ook nog. Nou, ik heb alle stopcontacten dus ook alweer opgehangen. Dus dat ziet er ook echt super strak uit. En de dimmer en zo. Voor hier de spotjes. En het is gewoon allemaal zo strak en netjes afgewerkt. Ik kan gewoon niet wachten tot alles in elkaar staat. Ik heb nog steeds rode wangen. Geen idee waarom. Terwijl ik het niet warm heb. Ik heb het eerder koud. Maar ik kan niet wachten tot alles gewoon in elkaar gezet is. En dat we dan de vloer kunnen wegtrekken en alles opruimen en zo. En dan lijkt het opeens echt een huis of zo. Want nu met die vloer nog afgeplakt, voelt het nog steeds als een bouwval. Terwijl we in principe al klaar zijn met het schilderen en zo. Dus alles al kunnen neerzetten. Nou, en de wc die wordt nog geschilderd uiteraard. Dan gaan we naar boven. En dit wordt allemaal nog geschilderd. Dit wordt allemaal subtle stone. Dat is het enige wat nog geschilderd moet worden. Maar dat hebben we nu nog niet gedaan. De trap trouwens ook. Omdat hier iedereen nu nog heet het loopt. Maar hier is wel alles al klaar en geschilderd. De tegelzetter. Dit was zijn kamertje voor de tegels en zo. Maar alles is hier helemaal netjes. Radiator moet weer aan. Maar het is zo mooi. Het is de kleur Discover. Super strak. Sander's vader heeft dus het hele huis geschilderd. Ook de kozijnen en zo. Hij schildert, dus dat is echt top. En de badkamer is dus nu getegeld aan alle kanten. Helemaal leuk. Nu moet het nog gevoegd worden, afgekit. Dus het moet nog helemaal afgewerkt worden. We krijgen nog een nieuw raam uiteraard. En dan kunnen we het plafond sausen. En dan kan alles geïnstalleerd worden qua meubels en zo. Het schiet mooi op. En dat in precies 2 weken tijd. Nou, onze kamer is ook helemaal af. Daar staat natuurlijk nu ook van alles. Maar dat komt omdat dit een hele grote kamer is. Ik kan al wel straks, dat is een goed klusje voor mij, de stopcontacten eraan doen. Maar ja, onze nachtkastjes zijn deze van Fida XL. Super leuk, vinden wij ze. Dat match is ook wel helemaal leuk. En mijn moeder en haar vriend waren al bezig geweest met de pakskast. Zoals je kan zien. Dus dat is ook nog een nieuw projectje, want dat komt helemaal daar. En die gaat mijn vader dan weer inbouwen, zodat je het echt helemaal, alsof het net een muur is, zeg maar. Met een plint ervoor. Alles opnieuw gekit. Dus wij kunnen er weer jaren tegenaan. En ik vind dit ook gewoon leuk. We hebben deze muur dus wel renovlies behangen en gestukt. Maar dat was die al. Maar tot hier geschilderd. Want dit ga je niet meer zien. Dit wordt helemaal ingebouwd. Nou, en de trap, die is een beetje vies. Maar die heeft Sander al helemaal in de primer gezet. En die moet dan nog 2 keer afgelakt worden met ik weet niet meer hoe dat heet, iets met hele harde verf. Zodat je dus niet snel beschadigingen krijgt. Maar ik kan dit zo even opvegen. Maar op zolder zijn we ook bezig geweest. Morgen komen de vrienden van Sander. Die zijn timmerman. En die gaan dit aftimmeren en dus het washok hier helemaal inbouwen. Maar, zoals je kan zien, ik ben gisteren druk geweest met mijn vader. We hebben trouwens ook daar een nieuwe lamp opgehangen. Dit is een Philips lamp. En we hadden hier zo'n hele lelijke TL buis. En dat vonden we echt niet mooi. Maar het plafond is geschilderd. Muur is geschilderd. Hier komen op den duur nog knieschotten. Alleen dit moet nog gedaan worden. Dit moet nog renovlies behangen en dan weer afschilderen. En dan is dit ook gewoon helemaal af te zolderen hier. Want we hebben gisteren laminaat gelegd, papa en ik. Hier moet nog een stripje. Maar kijk nou hoe strak. En het was echt een rotwerk, want ja, je hebt natuurlijk heel veel van die hoekjes en dingen en we wilden het wel lekker laten doorlopen. Dus het is echt super goed gelukt. We hebben hem daar dus niet helemaal tot daar gemaakt, omdat het hier straks helemaal nog afgetimmerd wordt met, nou ja, jullie weten het, dat wordt zo. Dus daar zie je nooit meer wat van. Maar jongens, oh my god, hoe leuk. Als straks de trap geschilderd is, dit mooi strak is. Love it. Het is gewoon een vloer van de karwei. Echt de goedkoopste. Je hebt 2 goedkope. De goedkoopste. Je hebt er 2 van. 1 hele grijze en 1 warm eiken. En wij hebben dus de warm eiken. Want ik hou wel wat van dat warme vloertje. Mijn kamertje is af. Ik moet, nou ja, bijna af. Ik zeg het ook eens af. Is nog niet helemaal af. Deze wordt nog renovlies behangen. Dit is namelijk stuk. En deze wordt nog behangen met gewoon echt behang, zeg maar. En die wordt nog geschilderd, dus dat gaat ook Wim doen. Echt super lief. En dan kan de radiator terug en dan kan ik nog van die plintjes kopen voor laminaat af. Plintjes van die, ja, jullie snappen vast wat ik bedoel. Dat is het enige wat dan nog moet.
Maar voor de rest is het helemaal af mijn kamertje. Oh ja, en mijn lamp moet nog. Het ziet er al mooi op. We zijn echt heel erg ver. En vandaag weer een mooie volle dag met heel veel mensen die kasten in elkaar gaan zetten. Dus ik weet zeker dat ik jullie weer een update kan geven. Morning! Het is vandaag maandag en ik ga de zolder schoonmaken. Of in ieder geval de vloer even dweilen. Stofzuigen. Want gisteren is daar het laminaat afgemaakt. Dus er ligt allemaal stof. En verder ben ik vandaag dus nog vrij. Ik ga de bakskast nog even afmaken. Die staat al helemaal. Maar de indeling moet ik nog even doen. En de hendels moet ik er nog aan doen. De handgrepen. Dus ik ga weer lekker een beetje bezig. En hoe leuk is deze kast? Twee daarvan hebben we dus. Andere handgreepjes eraan. Van die rotan. En dan komt dat daar in de bijkeuken met artenbehang achter. Dus dat steekt mooi af. En het laminaat ligt er dus helemaal. We gaan vandaag ook nog even die plakbandjes doen. Waar we al een beetje mee begonnen. Dus ja, we willen eerst hoge plinten. Maar er zit al een soort van plint. Dus dat is dan weer moeilijk. Dus we dachten, nou, we knallen gewoon dit erop. Oeh, ik ben helemaal kapot. Dus ik ga dit lekker schoonmaken. Dan is het eerste kamertje van Sander is helemaal af. En mijne nog niet, want hier moet nog geschilderd worden en behangen. In mijn kamer zitten de plintjes er al wel op, zie ik. Dus dat is echt super chill. Dus ik ga gewoon, voor ik ga dweilen, ik heb net stof gezogen, ga ik het gewoon proberen. Om die plintjes aan de andere kant te doen. En moet je trouwens een keer kijken. Ik kon het niet laten. Het zit er al een beetje in. Tadaa. Ik moet het nog helemaal inrichten en zo. Maar de voorraad van mijn kaarsjes die ik nog over heb. Dus dat is echt perfect. Helemaal leuk. Tadaa. Echt leuk. Dus dat ga ik even aan deze kant doen. En daarna ga ik de deuren erin doen. En dan kan ik goed wijden en zo. Dan is het gewoon klaar. Oh my god, kijk al, hoe vies. En deze kant laat ik over aan, ik heb dat wel gedaan. Maar helemaal hier zo met die trap, dat laat ik over aan iemand die het echt goed kan. Ik heb uiteindelijk deze wel nog kunnen doen, dus ik ben er best trots op. Helemaal met zo'n hoek en zo. Nou, ik wilde net zeggen, terwijl het zonnetje weggaat, het zonnetje schijnt. Het was de afgelopen dagen echt heel regenachtig. Het is nog steeds wel koud. Maar daar hebben we puin, die moet ik nog even, of moeten wij, nog ooit een keer even opruimen. Die plint moeten we nog even gebruiken voor in de wc. Ik ga even nog wat boodschapjes doen bij de Jumbo. We hebben gisteren namelijk, nou, de keuken is natuurlijk nog niet af. De frontjes en zo moeten allemaal nog gedaan worden. Hij staat nog in de primer en dan kunnen de handgrepen eraan. Maar gisteren met een vriendin van mij hebben we de koelkast schoongemaakt. Echt heel chill. We gaan volgend jaar een koelkast nemen met de koelvries combinatie die dan dat stuk nog helemaal meepakt. Maar voor nu even dit. Dus ja, ik ga nu even wat boodschapjes halen. En ik heb dus gisteren ook de oven helemaal schoongemaakt en zo. Je kan er weer doorheen kijken. Dus, oh, kut. Nou ja, en de rest van de kastjes zijn ook allemaal opgeruimd en schoongemaakt. Kijk hoe leuk dit ook is. Zo, ik heb hier zo'n bakje ingedeeld. Nou ja, we moeten het allemaal nog even een beetje inrichten en zo. Maar ik vind het voor nu even helemaal prima. Let's go to the supermarkt. Voor ik weg ga, wil ik nog even iets laten zien waar ik de ochtend druk mee bezig ben geweest. Ik mag, of ik wil eigenlijk geen kastje meer aanraken. Want ik heb al twee kasten in elkaar gezet. En twee keer moest die uit elkaar gehaald worden en opnieuw gedaan worden. Ik ben er gewoon echt niet goed in. Ik kan dat gewoon niet of zo. Kijk, twee deuren zijn al dicht en dat betekent eigenlijk klaar. Zoals jullie weten, die van ons is klaar. Dus hier komt gauw het bed en zo in. En tadaa, de kledingkamer ook. Alleen nog even inbouwen. Dus vandaar dat ik dat nog even laat liggen. Maar ik heb dus vanochtend, oh, en de handgrepen moeten er nog aan, maar dat moet je helemaal. Ik ging het zelf uittekenen, toen wou ik het voorboren zo, maar ik dacht, weet je wat, ik laat dit door iemand doen die dit echt kan. Maar ik heb dus eigenlijk alles net helemaal ingericht en ingedeeld. Dit is Sander's kant. Deze met die daarnaast, dus met die vakken. Hier heeft hij dan ook nog opbergen. Hier heeft hij hang. Schoenenrekken. Ja, echt prima. Hij zei al, ik heb hier echt veel te veel ruimte. Hij zei, waarschijnlijk heb ik alleen die smalle nodig. Hij heeft echt niet zoveel kleren. Dus voor mij wel chill, maar
In principe is dit voor hem. En dan heb ik dus dit gedeelte. Dus we hebben allebei precies de helft. En dan heb ik hier het iets anders gedaan. Hier heb ik een kledingrek, zeg maar. Daar nog wat. En dan hier allemaal vakken voor mijn broeken en truien en zo. En dan heb ik, omdat ik best veel hanggedeelte heb, kan ik hier blouses en zo. En hier heb ik dan ook weer twee. Dus dan kan ik hier weer blouses of jasjes of blazers. En hier echt lange jurken. Want dat heb ik gewoon best wel veel. Dus ja, helemaal blij mee. En ik heb het ook echt zo laten doorlopen dat bij elke kast, zeg maar, het tegelijk doorloopt. Dus ik ben er best wel trots op. Komt hier nog een schoenenkastje met een poefje en een spiegel. Dus nou, helemaal leuk. Maar nu einde van de dag en ik had het helemaal niet meer gefilmd. Maar oh, ik ga hier zo goed op. Kijk, ik heb hier twee van die haakjes. Die had ik van Temu. Kun je er gewoon opplakken. En dan heb ik hier mijn binnenbezem en hier mijn... Ja, niet echt zo'n dwel, maar zo'n schoonmaakding van rubber voor in de badkamer. Ik heb nog zo'n houder voor mijn stofzuiger. Dus die wil ik eigenlijk hier zo aan de muur maken. Nou, en dan heb ik dus het dwel. Dus het dwel wil ik ook nog even op een houder, denk ik. En hier hadden ze al een schroefje, dus daar heb ik gewoon die pluizenbol hangen. Ik kan dit zo even afhalen. Nou, en dan zijn dit... Verder is dit nog niet echt helemaal geordend, want... Er zijn nog dingen nodig. Je ziet wel wat onze favoriete lamp is. Deze is gewoon vet goedkoop en heel erg mooi. Dus deze hebben we in de wc op mijn zolderkamertje en één in de bijkeuken. Dus het valt niet echt heel erg op dat het allemaal bij elkaar is of zo. Deze voor de kledingkamer. Dus dit zijn dingen die moeten nog opgehangen worden. En dit zijn dingen wat ook nog opgehangen moet worden. Maar dat kan pas echt op het laatste moment. Nou ja, en hier, ben dus net bij de Action geweest. En ik heb de schroefjes die we over hebben en zo in dit bakje gedaan. Ik ga hier zo goed op. Kijk dan hoe geordend. En daar is onze gereedschapskist. Dus dat zet ik er gewoon bij. Kijk, en dan kun je dat zo pakken. Nou, en hier doe ik gewoon onze blikjes in, want dat doen wij wel gewoon. En daarachter heb ik gewoon zakken, tassen, als ik het nodig heb. Hier doe ik kaartjes even voor nu die we binnen hebben gekregen. Die wil ik straks, als het allemaal af is, even lekker neerzetten. Zodat we echt weer die vibe krijgen van nieuw home. Nou, en hier een pennen en nog wat kortingsdingetjes. Dus dat kan ik dan hier zo lekker aanmaken. Dus nou, echt super blij mee. Ik ga hier heel goed op. Dit is trouwens ook nog een tip. Ik was net bij de Action en toen zag ik dit liggen. En dit is voor in je prullenbak. En het ruikt onwijs lekker. Deze geur, die roze, is niet normaal. Dus dit kun je in je prullenbak doen. Dan krijg je niet zoveel geurtjes. Nou, en nu heb ik dus hier even... Dit moet ik nog even helemaal leuk en goed organiseren. Maar voor nu even snel ingepleurd. Hier zit trouwens ook een roze iets op. Dat gaat echt met geen mogelijkheid weg. Het lijkt wel een soort voorstrijk van... Lijkt op de voorstrijk die we hebben gebruikt voor... De muren stukken, maar wat moet dat hier? Dus ja, ik heb echt van alles geprobeerd. Hier heb ik het afgeschuurd, dus hier hebben we nu twee plekjes. Maar oké, okay, whatever. Maar, en dit is trouwens ook zo leuk. Kun je het er zo aanhangen en zo. En hier een schuursponsje in doen. Deze heb ik van Temu. Dit heb je al in een video kunnen zien. Maar ik vind dus een groot steending. Ik vind dat niet het lekkers ruiken. Ik heb het net helemaal schoongemaakt en zo. Maar, dus ik heb dat spul... Net hier een beetje ingedaan. Nou, dan doe ik uiteindelijk nog wel een leuk bakje. En telkens als ik nu deze kast open doe, dan ruik je gewoon dat zoete berry-achtige geurtje. Het is zo lekker. Dus echt een tipje. Ook lekker voor gewoon in je huis te sprinkelen, zeg maar. Nou, hoe leuk is deze bloem zo? Ik vind die plant zo mooi die we hebben gekregen van Linda en Pieter. Maar ik ben dus even net naar de kringloop gegaan. Want ik heb hier nog een vaas. En ik dacht, ja, ik vind het wel even leuk om in een vaas te doen. Dus ik heb deze gehad voor 1 euro. Ik vind hem echt heel erg mooi. Dus nou, dat maakt het gelijk gewoon het sfeertje hier wat vrolijker. Dus helemaal blij. Nou, en ik was dus nog even naar de Action geweest. Ik heb trouwens nog... Mooi, mooi. Wat meer bij de kringloop gehaald. Een mandje in de wc. Voor nu even zo tijdelijk, maar uiteindelijk wil ik daar dus wel wc-papier op doen. Wat ik nu dus ook heb gedaan, maar ook met geurstok en zo. Maar die inrichting, dat komt allemaal later. Maar ik zag deze bij de kring. Die vind ik ook heel leuk. Dit is zo'n beige, ja, vaasje. Maar ik ga hem gewoon zo in onze vakkenkast straks doen.
Dat is echt heel erg mooi. Past helemaal bij de stijl. Nou, en bij de Action, ik wil dus buiten. Binnen is het gewoon heel clean en beige en wit. En buiten vind ik het leuk, want dan krijgen we... We hebben een perenboom, we hebben gekleurde hortensia's, gekleurde maagdenpalm en gekleurde alliums. Maar ik wil dus ook nog een citroenboompje in een hele leuke kleurrijke pot. En dan alles is zeg maar gewoon strak, wit en clean. Maar dan wel met touch of color in de tuin, want dat vind ik gewoon heel vrolijk. Dus we hebben straks zo'n beige loungebank met witte ronde tafeltjes zo. En om dat dus een beetje kleurrijk te maken, net zoals de planten buiten, wil ik gekleurde kussentjes. Maar op dat tafeltje zag ik dus dit helemaal voor me. Deze van de Action. Super leuk voor een kaars in, om een kaars in te doen. En daarbij past deze. Perfect. Dit is roze. En dat zit ook in die bloem. Het past echt perfect. Die is ook van de Action. En deze vond ik ook zo leuk. Deze is oranje. Nou, dat matcht echt fantastisch. Ik weet niet of je het een beetje kan zien. Maar ja, jullie gaan het allemaal zien. Maar dit is echt heel erg leuk. Dus hier doe ik dan ook weer kaars in. Dus dan op een tafeltje een beetje leuke kleurrijke dingen. Nou, en ik heb dus deze gehad die ik er misschien in wil doen. Want dit matcht ook perfect daarin. Beetje die zalmroze oranje kleur. Dat past ook weer bij die bloemen. Dus dat heb ik gehaald bij de Action voor buiten dus straks. En deze, dit mandje. Kijk, ook super leuk. Beetje linnen aan de onderkant en de bovenkant gewoon stof. Nou, en dit vind ik ook echt leuk. Maar ik dacht, dit is ook wel leuk voor op de toilet erbij straks. Voor maandverband en zo. Want ja, dat moet je ook gewoon hebben voor gasten eventueel. Dus dit past dan helemaal weer bij het sfeertje. Dus oh, ik vind het zo leuk. Dit zijn de leuke dingen. Dus ja, we gaan dus heel snel. Ik kan niet wachten om echt alles in te gaan richten en zo. Dat gaat in de volgende video denk ik gebeuren. Dus ik wil je heel erg bedanken voor het kijken naar deze mega lange verhuisvlog. Vond je nou leuk? Doe dan een duimpje omhoog. Vergeet je niet te abonneren op mijn YouTube kanaal. En zou ik zeggen, tot de volgende video weer. Doei doei!